erg graag water hier al en ja, je moet hier varen, hè? Want je kan hier niet zitten slapen natuurlijk. In de kwartfinale van de Euro Bowl, de American Football Europa Cup, speelden de Amsterdam Crusaders tegen de Birmingham Bulls. Plaats van handeling, Sportpark Sloten. De Birmingham Bulls uit Engeland, spelend in de witte shirts, krijgen hier nog een pep talk van hun coach en spelverdeler Russ Jensen, de ex-prof. Hier zien we hem nog even voor de wedstrijd ingooien. Hij speelde een aantal jaren geleden bij de LA Express. En dit zijn de Crusaders, de Amsterdam Crusaders. Vorig jaar dus tweede in de Euro Bowl. Europese kampioenschappen voor competitiewinnaars. Paul Troth, de nummer 15. Spelverdeler geeft hem af aan de loper Aldo Clardy. En die scoort vrij gemakkelijk voor de Crusaders. De eerste touchdown. Ze hadden al een veldgoal. Dat betekent met de touchdown erbij 10 punten. Dus 10-0 voorsprong tegen de sterke Engelsen. De Engelsen vallen nu aan van rechts naar links. De Birmingham Bulls. Spelverdeler Russ Jensen krijgt de bal en hij gaat gooien. Van rechts naar links gaat de bal naar de ontvanger, maar die mist. Iedereen mist. Nee, het is een Crusader. Nummer 42, Alwin Rouet, heeft de bal onderschept en gaat nu richting eindzone van de Engelsen. Zit het erin dat ze weer scoren? Nee, Alwin wordt hier vrij hard getackled wel. Maar een zeer goede prestatie van de verdediging van de Crusaders. De vierde poging. Dat betekent dat ze de eerste drie geen terreinwinst hebben weten te boeken. En de trapper komt het veld in. Jacco Dix. Een lange trap. Omhoog. En tussen de palen. Ja hoor, de scheidsrechter geeft dat aan. 3 punten erbij. En een stand van 13-0 voor de Crusaders. En dat was allemaal nog in de eerste kwart. Beelden van de tweede kwart. Tweede poging van de vier voor de Crusaders. Die nu van rechts naar links spelen. Paul Troth geeft hem af aan nummer 34, Rufus van Gom. Rufus van Gom, Nederlands kampioen, jeugdkampioen sprinten. Dat laat hij even zien. Hij maakt dit helemaal waar. 46 yards, scoort hij een touchdown. 19-0 dus voor de Crusaders. En de Birmingham Bulls, denk ik, kunnen naar huis met hun staart tussen de benen. Een stukje verder in de tweede kwart. Paul Troth wil hem afgeven aan zijn loper, maar hij houdt hem zelf. En hij scoort voor de Crusaders weer een touchdown. 25-0. En de Engelsen zijn helemaal nergens meer. Toch gaan ze het proberen. Nog steeds in de eerste helft. Russ Jensen, de ex-prof, nu bij de Birmingham Bulls. Gaat hem afgeven? Nee, ook hij houdt hem zelf. Het zijn toch de Amerikanen die het spel bepalen. En Russ Jensen komt heel ver. Niet de sterkste loper van het American voetbalveld in Amsterdam. Maar op routine haalt hij toch 17 yards. Ze zijn vlak bij de eindzone van de Crusaders. Russ Jensen, wat gaat hij doen? Gaat hij het afgeven of gaat hij toch stiekem zelf houden? Ja, dat laatste is het geval. Hij houdt hem zelf. Duikt over de lijn in de Erevoort. Een beetje gered voor de Engelsen. 7 punten levert de touchdown op. In totaal met de conversie erbij. De derde kwart, begin van de tweede helft. Paul Troth gaat gooien. Hij zoekt uiteraard naar nummer 89, Glenn Dennison. De ex-prof. 2 jaar geleden bij de Washington Redskins, nu bij de Amsterdam Crusaders. Die vangt de bal schitterend, scoort net niet. En nu gaan ze dat wel proberen te doen. Paul Troth wil gaan gooien, maar hij twijfelt. Hij houdt hem zelf. Haalt hij het wel? Ja, net om het hoekje heen. Protesten van de Engelsen. En de grote James Thornton komt er nog even bij, de nummer 75. Het mag allemaal niet baten. De touchdown staat voor de Crusaders. En dat betekent een stand van 32-7 in het voordeel van de Amsterdammers. Spelverdeler Paul Troth, een beetje hinkelend, maar dat zou hem niet weerhouden om toch nog door te spelen. Hier geeft hij de bal af aan Rufus van Gom. En die scoort heel gemakkelijk zijn tweede touchdown. 39-7. En de walkover lijkt compleet. Hier kijken we nog een keer naar het schitterende voetenwerk van Van Gom. De Amsterdam Crusaders die deze wedstrijd zeer goed voorbereid hebben. Niet alleen lichamelijk, maar zeker op tactisch gebied. De vierde kwart, de laatste kwart. Een oud-gediende in het American voetbal. Nummer 20, Ronald Roosblad. Volledig hersteld van een ernstige knieblessure. Maar weer helemaal terug. 17 yards terreinwinst voor de Crusaders. En een stukje dichter bij de eindzone van de Engelsen. Een superfan van de Birmingham Bulls. Het lijkt wel of hij de Crusaders aanmoedigt. Want hier is het nummer 33, Henry Castellon, die buitenom scoort. En de stand brengt op 46-7. De generale repetitie voor Euro Bowl 3. Die wordt gespeeld in Legnano. In juli dit jaar verloopt perfect voor de Amsterdammers.
Nieuwe spelverdeler bij de Birmingham Bulls, dat is Andrew Jefferson. En hij gooit nu naar Russ Jensen, die ontvanger is geworden. En die wordt hier even hardhandig neergelegd door de verdediging, die eigenlijk de wedstrijd bepaald heeft voor de Crusaders. Nog net geen touchdown. En de volgende actie van de Birmingham Bulls. Jefferson geeft hem af aan Trevor Carty, een van de sterkste lopers in Europa. En dat ziet u hier, want zelfs Ricardo Timmermans stuitert van hem af. Hij scoort een touchdown. De eindstand wordt 46-15 in het voordeel van de Amsterdam Crusaders. En zij spelen op 19 juli tegen de Helsinki Roosters, waar ze vorig jaar in de finale van verloren. Dus een belangrijke wedstrijd voor de Amsterdammers. De andere twee ploegen die meedoen om het Europees kampioenschap voor landskampioenen zijn de Legnano Frogs, de thuisploeg, en de Red Barons uit Duitsland.